Nou, om nog even op Max' vraag terug te komen. Die vroeg wat de beste monitor voor zijn PlayStation 5 is. Aangezien dat een 4K-console is, zou ik gaan voor een 4K-scherm van 30 inch of groter. Met een refresh rate van minimaal 120 Hz. Want dat is het maximale wat de PlayStation 5 ondersteunt. Als je veel geld hebt, is een OLED-paneel ideaal. Maar anders zou je dus ook voor een IPS-paneel kunnen gaan. En ligt dat ook net boven je budget, kun je misschien ook voor een 1440p-scherm kiezen. Die worden nu ook door de PlayStation 5 ondersteund en geeft ook nog eens een heel mooi scherp beeld. Veel beter dan Full HD bijvoorbeeld. Check de hele aflevering op ons YouTube-kanaal.